Weer een mijnbouwongeluk. Wat zijn vorknokkers? En Winas Ranang deel 2. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Er is een illegale goudmijn ingestort op het terrein van goudbedrijf Sijin in het district Brokopondo. Tot nu toe is het officiële dodental 14. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing is naar het gebied afgereisd om hulp te verlenen. Gistermiddag is het bericht bij het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing binnengekomen dat er bij Passie 21 een heel erg ongeluk is gebeurd. Een illegale mijnschacht is ingestort en mensen liggen onder puin en zand. Het NCCR is naar het gebied afgereisd met de DC's van Matawai en Brokopondo omdat het in het grensgebied ligt van de twee districten. En toen we daar aankwamen, bleek dus dat er een aantal mensen nog bedolven waren onder het puin. En waren eigenlijk de werkzaamheden om de lijken weg te halen reeds gestart. En uiteindelijk ging het dus om 14 mensen, 14 lijken die we hebben aangetroffen, tot op dit moment. Het is officieel een ramp en direct ook een van de ergste ongelukken van de Surinaamse mijnbouw. De overheid heeft zelf hulp gevraagd aan Frans-Guyana. De Franse regering die heeft dus ingestemd en die heeft een search and rescue team bestaande uit 22 mensen gestuurd naar Suriname. En as we speak zijn ze bezig om dus te kijken als er nog sprake is van search and rescue. Dus dat ze eventueel, als er nog overlevenden mochten zijn, dat ze dus samen met NCCR dat ze gaan kijken om die mensen dan nog te redden. Maar als dat niet het geval is, kijken ze natuurlijk ook van als er geen lichamen worden gevonden meer. Want er zijn wat geruchten dat er vermisten zijn, dus mensen die nog niet teruggevonden zijn. En de vraag is dus nu, zijn die mensen in die mijn of zijn ze elders? Zijn ze misschien naar hun dorp teruggegaan? Dus dat soort onderzoeken vinden op dit moment plaats. En de politie is daarmee bezig. De politie moet aan mensen in de buurt vragen wie ze niet meer zien na het ongeluk, want er is geen lijst van aanwezige illegale goudzoekers. Zo moet de politie nu onderzoek doen om erachter te komen wie nog wordt vermist. Daarom is het niet duidelijk hoeveel mensen in de mijnschacht waren toen het is ingestort, zegt kolonel Slijngaard. Verder gaat NCCR ook bezig zijn met psychosociale zorg van de mensen die familie heeft verloren natuurlijk, et cetera. En de situatie was op een gegeven moment erg grimmig daar. Maar als je mensen ziet waarmee je hebt gewerkt en weet je, plotseling zie je die mensen daar liggen onder puin, noem maar op. Het geeft je ook wel een psychische shock. En dat moet dus geadresseerd worden. En we hebben dus wat professionals die bezig zijn namens het ministerie van Volksgezondheid. Die met deze activiteiten bezig zijn. Nogmaals, omdat het om illegale mijnbouw gaat, is er niet geregistreerd hoeveel mensen in het gebied waren, laat staan hoeveel mensen in de ingestorte mijnschacht werkzaam waren. Daarom blijft het officiële dodental bij 14 tot er nieuw bericht komt van de hulpdiensten zoals het NCCR. In Suriname verwijst de term porknokkers naar individuen die betrokken zijn bij illegale goudwinning, vooral in afgelegen gebieden van het binnenland. Volgens de overheid is er niet veel te weten over wat er gebeurt in dat gebied, doordat het toezicht op deze mijnwerkers moeilijk is. Porknokkers horen niet bij grote mijnbouwbedrijven zoals IAM Gold of Newmont. Ze zoeken naar goud in afgelegen gebieden. Ze gebruiken vaak ook geen groot apparatuur zoals graafmachines. De impact van illegale goudwinning door porknokkers strekt zich uit tot milieuproblemen en maatschappelijke problemen. Dat wil zeggen dat de activiteiten van porknokkers kunnen leiden tot ruzies met lokale gemeenschappen, aangezien ze soms ook opereren op grond die traditioneel toebehoren aan inheemse volkeren. Ze kappen bomen, verontreinigen wateren met kwik en verstoren de leefgebieden van mensen en dieren in het bos. En het is illegaal omdat ze geen vergunning hebben. Om problemen te vermijden worden de meeste mijnbouwwerkzaamheden ver van de grote gemeenschappen uitgevoerd.
Overheidsinstanties in Suriname proberen naast de eis van een vergunning manieren te vinden om deze illegale goudwinning aan te pakken en te organiseren om zowel milieuschade als sociale problemen te verminderen. Als ze gepakt worden en na waarschuwing niet stoppen, worden hun spullen in beslag genomen. In sommige gevallen worden ook mensen gearresteerd. Dat is de handhaving en het gebeurt niet vaak genoeg om ervoor te zorgen dat illegaal goudzoeken de problemen niet waard zijn. Het grote probleem met pokknokkers in Suriname is dat het een snelle manier van geld verdienen is, ongeacht de schade aan milieu en zonder respect voor lokale gemeenschappen. En het risico is het grootst voor de pokknokkers zelf. Twee grote ongelukken in de afgelopen 2 weken, waarbij meer dan 15 mensen zijn omgekomen, maakt 1 ding duidelijk. Illegale goudmijnbouw is levensgevaarlijk. De spanning is hoog tussen Venezuela en Guyana vanwege het grensgeschil. Maar volgens parlementariër Rabin Permisser moet de regering ook wat doen aan ons grensgeschil met Guyana over het betwiste Tigrigebied. Want Guyana presenteert bij het internationaal gerechtshof nog steeds een kaart waar het Tigrigebied deel uitmaakt van hun grondgebied. Wereldwijd wordt suiker verkocht tegen de hoogste prijzen. Dit kwam als gevolg van een lager wereldwijd aanbod. Vanwege de gecombineerde effecten van het natuurlijk voorkomende klimaatfenomeen El Niño, de oorlog in Oekraïne en de zwakkere munt, zorgt dit voor de voedselonzekerheid in vele landen. Wat enkele bouwvakkers uit India nu meemaken, zal zeker eng zijn. Maar gelukkig wordt er wel moeite gedaan om hen te redden en lijkt het naar omstandigheden goed te gaan met hen. Vastzitten in een grot. Alleen het idee daaraan zou je al nachtmerries kunnen geven. Maar voor 41 bouwvakkers is dat nu werkelijkheid. Ze zitten nu al ruim een week vast in de grot, waarbij de slachtoffers via een smal gat in de grot in de gaten worden gehouden. Reddingswerkers doen alles wat zij kunnen om de bouwvakkers uit de grot te krijgen. Maar het is niet gemakkelijk, want ze hebben geen goede machines. Op 12 november was er een aardbeving in het gebied, waardoor er grote brokken puin voor de ingang van de grot zijn gekomen. De aardbeving zorgde ook ervoor dat een deel van de 4,5 kilometer lange tunnel die ze aan het bouwen waren, is ingestort. Gelukkig zijn alle 41 nog in leven en kregen ze via een smalle buis popcorn en nootjes om te eten. Daarnaast wordt ook zuurstof naar hen gestuurd. Door de hulpverleners is er een bredere buis gemaakt en kregen ze ook linzen en rijst. Ook wordt er geprobeerd om verticaal naar de slachtoffers toe te graven. De reddingsteams zullen 103 meter naar beneden moeten graven om de vastzittenden te bereiken. Ongeveer 200 hulpverleners zijn gegaan en hebben boorapparatuur en graafmachines gebruikt voor de reddingsoperatie. Maar het kan dat de reddingsactie nog een paar dagen duurt. उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें कंप्रेसर से वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे कंप्रेसर से पीछे हट जाए कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए. Je bent misschien wel bekend met het lied Winas Ranang, maar wist je dat er nu een tweede deel bestaat? Het heet Wekom. Het nieuwe nummer Wekong van de stichting Bisranang Dring werd gisteren uitgebracht. Dit ambitieus muziekproject heeft tot doel jongeren te inspireren, te motiveren en aan te moedigen hun verantwoordelijkheid te nemen in het streven om Suriname naar grotere hoogte te brengen ondanks de situatie in ons land. Wat dit project nog specialer maakt is de bijdrage van een diverse groep van ongeveer 80 jongeren, waaronder kinderkoren, topartiesten, dansers, topsporters, influencers en figuranten aan deze videoclip. Er werd gekozen voor een openbare opname omdat de stichting de gemeenschap erbij wil betrekken. Daarnaast werd er gehoopt het publiek te inspireren om het proces van duurzame verbinding op gang te brengen. Wekong is het tweede nummer van Wisranang Dring.
Vorig jaar oktober werd Wisranang de eerste song waar 26 artiesten van Suriname en Nederland aan hebben meegewerkt. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.